De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht komt bij de rechtenopleiding op de Anton de Kom Universiteit niet goed tot uiting. Dit zei Vishal Lachman, voorzitter van de studie gerelateerde commissie, vandaag tijdens een seminar van de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging met als titel De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. De voorzitter zegt dat ze dit seminar hebben georganiseerd om aandacht te schenken aan zaken met betrekking tot de rechterlijke macht die niet zo vaak besproken wordt. Het doel van dit project is eigenlijk, dus zoals ik al eerder aangaf, om de studenten en andere participanten die dus ook vandaag via Zoom met ons deelnemen online, om te informeren over de verantwoordelijkheden en de beperkingen van de rechterlijke macht in Suriname. En door middel van deze webinar willen wij dus wat licht schijnen op zaken met betrekking tot de rechterlijke macht die wat minder besproken wordt en dus die dus ook van eminent belang zijn. Tijdens het seminar zijn er presentaties gehouden door Ishwa Persat Sonai, rechter van het Hof van Justitie, en Ferdinand Welzijn, docent op de universiteit. Sonai haalde aan dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht onderverdeeld kan worden in de constitutionele onafhankelijkheid, de rechtspositionele onafhankelijkheid en de functionele onafhankelijkheid. Constitutionele onafhankelijkheid houdt in dat de rechterlijke macht onafhankelijk is van de uitvoerende macht en de wetgevende macht. Dan heb je de rechtspositionele onafhankelijkheid die betrekking heeft op de formele waarborgen voor het vrij van politieke, maatschappelijke en economische druk kunnen functioneren van de rechter. Daar wil van te denken aan waarborgen voor de benoeming, het ontslag en de financiële positie van rechters. En de functionele onafhankelijkheid, daaronder zou je dus verstaan dat niemand de rechter mag aangeven welke besluit hij moet nemen in een bepaalde zaak. Met niemand bedoel ik nog de wetgevende macht, nog de uitvoerende macht, wie dat doet. Niemand mag dat doen, ook je eigen familie mag dat niet doen. Sonai geeft aan dat de constitutionele en rechtspositionele onafhankelijkheid randvoorwaarden zijn voor de functionele onafhankelijkheid, die cruciaal is voor de rechtspraak.